Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lieve broertjes en zusjes. Weer een nieuwe aflevering van het mooie programma Het Hart. De derde aflevering. Weet jullie nog waar we het de vorige keer over hebben gehad? Goed nadenken. Allah kijkt niet naar onze lichamen. En ook niet naar ons uiterlijk. Allah kijkt namelijk naar onze harten en hetgeen wat wij doen. MashaAllah, wat hebben jullie dat goed onthouden. In de tijd van onze profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was er een man die vanuit het platteland naar de stad zou komen. En zijn naam is Zahir. En deze man die bracht ook cadeaus voor de profeet sallallahu alayhi wa sallam mee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam was daar natuurlijk heel blij mee. Het geven van cadeaus zorgt er ook voor dat je van iemand gaat houden. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die zorgde ook heel goed voor Zahir. Hij gaf hem namelijk de spullen mee die hij niet op het platteland had. Dus Zahir vertrok weer heel blij terug naar het platteland. Zahir was een hele harde werker. En op een dag was hij zijn spullen aan het verkopen in de stad. En op die dag kwam de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar de plek toe waar Zahir stond en ging hij achter hem staan. En Zahir had helemaal niets in de gaten. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die drukte Zahir toen tegen zich aan en de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam die plaatste zijn handen op de ogen van Zahir. Zahir wist niet wat er gebeurde. Wie doet dit nou? Wie houdt mij vast? En wie drukt mij tegen zich aan? En hij zei dus heel snel ook, laat me gaan, laat me los. Zahir schreeuwde dus, laat me los, laat me gaan. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei toen tegen de mensen die zich natuurlijk verzameld hadden en die wilden weten wat er nou aan de hand was en natuurlijk waarom de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dit deed, die hoorde de profeet zeggen, wie van jullie wil gebruik maken van Zahir? Maar toen Zahir de stem van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hoorde, had hij meteen door dat het de profeet was. En natuurlijk voelde hij ook aan de zachtheid van de handen van de profeet en zijn aangename geur dat het de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam was. Toen zei Zahir meteen tegen de profeet Mohammed, niemand zou mij in dienst willen nemen of mij willen kopen, o boodschapper van Allah. Want ik ben niet heel veel waard. Want Zahir was een hele harde werker, woonde op het platteland. De mensen vonden Zahir niet heel belangrijk. En misschien ook vanwege zijn uiterlijk, hoe hij eruit zag, dachten ze van, het is Zahir maar die uit het platteland komt. Maar toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam, waar iedereen bij stond, zei hij, maar Zahir, jij bent bij Allah heel veel waard. De profeet sallallahu alayhi wa sallam gaf hiermee een hele belangrijke boodschap aan de mensen. Namelijk dat Allah kijkt naar onze harten. Zahir had een zuiver en schoon hart. En daarmee is hij dus bij Allah heel veel waard. Allah kijkt inderdaad dus niet naar hoe wij eruit zien of hoe onze lichamen zijn. Hij kijkt naar hetgeen wat wij doen en naar onze harten. En dit leert ons ook dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die een heel druk bestaan had, ontzettend veel te doen had, toch de tijd nam om zijn vrienden aandacht te geven, om een keer te dollen of een grapje uit te halen.
En daarom zegt Allah ook tegen zijn profeet, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dus het is beter om een zacht hart te hebben, goed in de omgang te zijn en niet streng en hardvochtig te zijn, dan willen de mensen niet bij je zitten. Allah zegt in de Koran, Ya ayyuha an-nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Allah die vertelt ons dat hij ons uit een man en vrouw geschapen heeft en zegt vervolgens wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Hij heeft ons tot verschillende volkeren en stammen gemaakt en vervolgens zegt Allah Inna akramakum indallahi atqakum. Als wij willen weten wie dan in de ogen van Allah heel belangrijk is of een goede positie heeft, zegt Allah, dat is degene die Allah kent. Degene wiens hart dus eigenlijk verbonden is met Allah. En dit leert ons dat wij dus heel veel aandacht moeten schenken aan onze harten. Onze profeet sallallahu alayhi wa sallam waarschuwde voor een aantal eigenschappen die niet goed zijn. En daarna wees hij naar zijn hart en zei hij het taqwa hahuna. Dat betekent dus dat als iemand Allah kent en het kennen en houden van Allah bevindt zich in het hart, dan zal hij deze slechte dingen ook niet doen.